Welkom bij deze uitlegvideo voor PowerPoint 2016. In deze uitlegvideo ga ik je laten zien hoe je heel gemakkelijk een YouTube-filmpje in je presentatie zet. Daarvoor ga je naar het tabblad invoegen en ga je hier naar de rechterkant video. Hier heb je twee mogelijkheden, namelijk online video en video van mijn pc. Nou, ik wil een filmpje van YouTube, dus ik kies voor online video. En ook hier heb ik dan weer drie mogelijkheden. Misschien heb je een OneDrive en heb je een filmpje daarop staan. Dat wil ik nu niet laten zien. Je kunt ook een insluitcode van een andere video aanbieden. Maar het gaat mij even hier om YouTube. Je hebt hier een zoekbalkje. Ik klik even PowerPoint 2016. En ik kies gewoon even de eerste video. Die klik je aan en je klikt op invoegen. Nu komt er een voorbeeld van het filmpje. Deze kun je groter maken. Zodat hij mooi beeldvullend is. En dan klik je hier even op afspelen. Je ziet hier nu het playtekentje tevoorschijn. Hij speelt nu af zonder dat je een voorstelling hebt. Maar als ik even op dia voorstelling klik, dan zie je die hier ook verschijnen. Ik heb het geluid even uitgezet, zodat het niet dwars omheen gaat. Maar als ik op play druk, dan begint hij met afspelen. Nou, zo eenvoudig is het dus om een YouTube filmpje in je presentatie te zetten. Heel veel succes daarbij!